We hebben vandaag het voorleesfeest, want de Nationale Voorleesdagen die beginnen volgende week en dan starten we vandaag al. We hebben vanochtend al het voorleesontbijt gehad met de burgemeester, de kinderen van de Voorleesexpress. En we hebben nu ook weer gewoon voor kleuters en peuters om naar de voorstelling te kijken die hoort bij het bekroonde prentenboek. En dan gaan ze zo meteen lekker knutselen. Dan gaan ze een walvis maken, want de walvis is de hoofdpersoon in het bekroonde boek. Ja. Van wie is die voorstelling eigenlijk, het gezelschap die dat doet? Oh ja, dat is een lastige vraag. Ze heet Katusha, ja. Principato. Ja, ik wist het nog. Ze heeft een hele mooie naam. Ja. Ja, ja. En komen ze uit deze kantrij? Zij komt uit Enschede. Ja. Oké, okay, dus dat is allemaal in de buurt. Ja. Ja. En zij vertelt het verhaal van de walvis. Ja. En de kinderen gaan er straks ook door met de tekeningen? Of ja, dus dat ene bekroonde boek, dat wordt dan de komende tijd op heel veel verschillende manieren verwerkt eigenlijk. Dus ze gaan hier nu knutselen, maar op school komen eigenlijk alle scholen en kinderdagverblijven, die werken ook dan weer met dit boek. Okay. Dus, en eigenlijk de rode draad in het verhaal is zeg maar vriendschap en eenzaamheid, dus het weer moeten laten gaan van een vriendje. Oké. Dus leerzaam voor de kinderen, hè? Ja, ik vind het wel, het is een heel mooi verhaal dit jaar. Ja. Dit gaat nog een hele weekend door? Of ja, het begint officieel woensdag met het Nationale Voorleesontbijt. En dan is het zeg maar anderhalve week, net als de boekenweek voor de volwassenen is ook anderhalve week, voor kinderen ook. En de voorleesdagen ook. En dit is een soort voorproefje of zo, dit weekend? Ja, wij hadden zoiets van, we gaan goed van start, wij gaan dan vast wat vroeger. Ja. Dus dit is voor ons nu de aftrap.